ben een toffe vader en vind ik het niet in de mensen. Ik vind dat je altijd voor mijn klaar staat. En jij bent een toffe peer. Fijne vaderdag! Fijne vaderdag, papa. Ik vind je heel lief. Hou van jou. Doei. Papa, jij bent mijn held. Papa, ik ben trots op jou. Papa, we houden van jou. Papa, we houden van jou. Papa, fijne vaderdag. Love you. Fijne dag nog. Fijne dag, papa. Fijne dag. Voor jou. Al voor jou, de vries. Kim, mijn mama, het verhaal vertellen. Het verhaal gaat over Pinksteren. Hallo allemaal, mijn naam is Kim. En jij Timo. Bent? Timo. Oké. We hebben het de afgelopen tijd hebben het gehad over de doop van Jezus. En nu beginnen we met een nieuwe serie, De Kerk van Jezus. En het verhaal gaat vandaag over Pinksteren. Ja, het is geen Pinksteren vandaag. We hebben een paar weken geleden hebben we Pinksteren gehad. Maar het verhaal van Pinksteren kan altijd. Hè? Het is het verhaal van de Heilige Geest, toch? Ja. Ja. Nou, Pinksteren. Dat is een tijdje geleden dat de Heere Jezus aan het kruis ging om mensenharten schoon te maken. Het was hem gelukt en daarom stond hij op uit de dood. En nu is het zelfs alweer een tijdje geleden dat hij terug is gegaan naar de hemel, naar zijn vader. De leerlingen, de vrienden van de Heere Jezus, logeren nog steeds in Jeruzalem. Ze wachten daar met z'n allen. Want dat had de Heere Jezus gezegd. Ze weten het nog precies. Wacht in de stad, totdat er kracht uit de hemel komt. Kracht uit de hemel. Daar wachten ze op. Kracht is iets wat je sterk maakt. Maar wat die kracht precies is, dat weten ze niet. Dat het iets is wat goed voor hen is, is logisch. Want ze weten dat alles wat de Heere Jezus geeft, goed is. Vind jij dat ook? Ja. Dat alles goed is wat de Heere Jezus geeft? Ja? Wat vind jij ook goed wat de Heere Jezus geeft? Dat we bij vakantie kunnen gaan. Dat je op vakantie kan gaan, ja. Dat is ook goed natuurlijk. Hè? Maar de Heere Jezus geeft ook heel veel liefde, hè? Dat ook. Nou. Het is hartstikke druk in de stad. Het is feest. Uit de hele wereld komen mensen naar Jeruzalem om te vieren dat lang geleden de Heere God de oude wet gegeven had. Ken je dat verhaal? Dat Mozes in de woestijn de wetten op de stenen platen kreeg, geschreven door de Heere God zelf? Het verhaal van Mozes? Ja, dat ken je wel, hè. Ook de vrienden van de Heere Jezus verzamelen zich op het grote plein van de tempel. Het is nog vroeg in de morgen. En dan gebeurt het. Plotseling hoort iedereen het gebulder van een storm. Het klinkt alsof er iemand heel hard blaast. Maar zonder dat het gaat waaien. Hé, dat is gek. Het lawaai vult de tempel. En opeens gebeurt daar iets wat niemand had verwacht. Iedereen ziet het. Op de vrienden van de Heere Jezus
zien ze vlammetjes neerkomen. Precies boven hun hoofd blijven ze staan. Kijk. Vlammetjes. En dan op hun hoofd. Dat is gek, hè? Ja. Ja. En nee, hun haren verschroeien of verbranden niet hoor. Ja, dat zou, als ik dat bij jou zou doen, dan gebeurt dat wel, hè? Ja. Met vuur, hè? Maar met het vuur van de Heilige Geest gebeurde dat niet. Wat gebeurt er met hun? Roept de jongen die met zijn vinger wijst. De vrienden die zijn helemaal verrast. Maar ze weten gelijk wat er aan de hand is. Het is de kracht die de Heere Jezus beloofd had. Wauw! Wat voelen ze opeens van binnen? Het is zijn geest die hun harten vult. Och, dat voelt bijzonder zeg. Opeens weten en voelen ze dat ze ook bij de Hemelse Vader horen. Net als Jezus. Ze hebben zo'n superschoon hart. Opeens weten en voelen ze dat dit nooit meer zal veranderen. Wauw, hier heeft de Heere Jezus voor gezorgd, hè? Ja. Ja. Dit is waar hij voor ging zorgen toen hij aan het kruis ging. Ze beginnen te lachen en zeggen opgewonden tegen elkaar, dit is voor iedereen. Ze kijken naar boven en willen de Heere Jezus bedanken. Maar als ze wat zeggen, komt er klanktaal uit hun mond. Weet je wat het is, klanktaal? Gewoon rare dingen zeggen. Ja, het is voor veel mensen is het raar. Ja. Maar het is de taal van de Heilige Geest, hè? Gewoon maar dingen zeggen die eigenlijk niet bestaan. Ja, dat klopt niet helemaal. Maar wij noemen het bijvoorbeeld tongentaal. Hè? En ja, wij weten niet hè, wat we dan zeggen, maar God weet het wel. En er zijn zelfs mensen hè, die wel weten wat je zegt als je tongentaal spreekt. Maar hoe weten we dat wat je zegt? En dan zeg je iets, maar je weet het niet wat het is. Nee, dat klopt. Hè? Maar God weet dat wel. Wat je zegt. Goed, hè? Ja. Allemaal spreken ze dus iets anders. Gods geest in hun wakkert het aan. Ze worden er heel blij van. Dan beginnen de mannen tegen alle mensen op het tempelplein te vertellen over de Heere Jezus. En weet je wat zo bijzonder is? Door al die talen die Gods geest geeft, kunnen de vrienden vertellen aan al die mensen die uit al die verschillende landen gekomen zijn. Het is zo bijzonder. Maar hoe kan dat nou? Roept de een. Ze praten in de taal van mijn land. Er gaat een golf van verbazing door de mensenmassa heen. Overal hoor je verbaasde kreten. Huh? Wat zeggen ze? Jezus? De Heere Jezus? Van mij? Dat zijn toch simpele vissers? Maar hoe kan dat? Huh? Wat een wonder dat ik ze kan verstaan. En Petrus, die breekt erop los.
Maar dan stopt hij even. Hij hoorde iemand iets raars zeggen en hij zegt, hoor ik dat goed? Daar denkt iemand dat ik dronken ben. Ja, goed. Hè? Dus er waren mensen gewoon die dachten van, wat doen die nou gek? Hè? Zijn die misschien dronken of zo? Dat die zo gek praten. En zo blij zijn. Een paar mensen wijzen naar Petrus en zeggen, dat kan toch niet anders? Hoor jullie nou praten? Allemaal rare geluiden komen er uit jullie. Petrus lacht. En zegt dan, het is toch nog veel te vroeg om alcohol te drinken? Wat jullie zien en horen, is wat ooit al was voorspeld door de profeet Joël. Die zei, er gaat een tijd komen dat de Heilige Geest in de harten van alle mensen zou kunnen wonen. En dat iedereen dan namens de Heere God zou kunnen spreken. En eindelijk is het dan zover. Dankzij de Heere Jezus, die onze harten super schoon gemaakt heeft. Goed hè? En dat is het teken dat de Heilige Geest in ons woont. Petrus richt zich tot alle mensen. Begrijpen jullie het? De Heere Jezus is aan het kruis gegaan, gestorven, maar ook weer opgestaan. En nu is hij weer terug naar de hemel. En hij heeft ervoor gezorgd dat zijn geest bij ons komt wonen. Het is hemelse kracht die net in ons hart is gekomen. De menigte staat perplex. Als dit echt zo is, dan willen we dat ook, denken ze. En opeens roept daar iemand, wat moeten we dan doen om ook bij de Heere Jezus te horen? En ook zijn sterke geest in onze harten te krijgen. Wat denk je dat ze moeten doen om dat te krijgen? Lieve dingen doen. En dan door blijven. En dan moet je ook nog God geloven. En dan krijg je een schone hart. Ja, en in Jezus, hè? Ja. Petrus legt ze uit. Het is heel simpel. Vandaag is Pinksteren. En dan vieren we dat de Heere God de oude wetten gaf, toch? Vanaf nu krijgt Pinksteren een nieuwe betekenis. Dit is het feest dat de Heere Jezus zijn sterke geest in onze harten geeft. De tijd van de oude wetten, die is voorbij. De tijd van zijn sterke kracht in onze harten is gekomen. Het is een nieuwe tijd. Wauw, wat geweldig toch? Ja. Ja, super. Dus de Heere Jezus is wel naar de hemel gegaan. Maar gelukkig heeft hij de Heilige Geest de volgende plaats teruggegeven. Hè? Ja. Hier op aarde. En die woont in ons. Ja. En zo krijgen de vrienden die vanaf nu de apostelen heten, een hele drukke dag. Want wel 3000 mensen willen bij de Heere Jezus horen. Wauw, 3000 hè. Wel 3000 mensen krijgen die dag kracht uit de hemel in hun superschone hart. Wauw, wat is in Pinksteren een gaaf feest. Vind je ook niet? Ja, geweldig. Nou, tof zeg. Nou, dat was een leuk verhaal. Hè? Ja. Ja, het ging over dat ondanks dat Jezus naar de hemel is gegaan, dat hij een plaatsvervanger heeft gestuurd en dat is de Heilige Geest. En die mag in onze harten wonen. Wauw, dat is helemaal super. Ja. Wat vond jij eigenlijk het leukste van het verhaal? Ik vond het leukste dat de mensen in die God geloven vlammetjes krijgen voor bezoek. Ja, dat is ook leuk, hè? Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En vond je ook iets spannend aan het verhaal? Ook het verhaal was
toen hij dood was. Maar toen was het gelukkig nog goed afgelopen. Mm-hmm. En hoezo is het goed afgelopen? Omdat toen had de Heilige Geest hem weer opgestaan. Ja, het is inderdaad zo dat Jezus is opgestaan, hè? En wat gebeurde er toen Jezus was opgestaan? Toen waren alle mensen blij dat Jezus weer leeft. Ja, dat klopt. Ja. En toen heeft hij wat gestuurd? De Heilige Geest. De Heilige Geest, ja, helemaal top. Nou, dat is geweldig. Hè? Nou, allemaal bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei! Hoe je een goede vader kan zijn, kan je overal informatie van vinden. Maar hoe je een christelijke vader kan zijn, kun je wat minder informatie vinden. Maar hier komen de 3 tips en tops uit de Bijbel. Als je een vader bent en een christene, dan hou je toch van God? Matthäus 22:37. De 2e punt is, hou van je familie. Vaders krijgen heel veel liefde van de hemelse vader. En dat liefde stralen jullie en jullie familie. Een gezonde gezin is een gezin met heel veel liefde. Een vader die veiligheid kan zorgen in een gezin is top. En laat de kinderen ook zien dat ze van de moeders houden. Voor bloemetjes te kopen en te koken voor ze. En de laatste punt is bewijs het. Hou je van God, bewijs het. En hou je van je familie, bewijs het dan. En als je van je vrouw houdt, laat het dan zien. Een goede voorbeeld zijn en deel je hoop. Met je familie en mensen om je heen. Dus 3 dingen om een vader in Christus te zijn. 1. Hou van God. 2. Hou van je familie. En 3. Bewijs het. Doei! And now we would like you to rise to your feet and join us as we worship Jesus. Come on, put your hands together nicely. Come on. Hey. Let's sing together. You have given me a reason, so I'm singing my praises to you. You have lifted, every burden. Come on. So I'm singing my praises to you. Let's sing it out. Brand new day. I give you praise. Everybody jump. All for you, Lord.
us a big shout of praise. Good job, Wycliffe. That was amazing.